Er komt een einde aan de samenwerking tussen de Catharinenkerk en de Paters Augustijnen in de Paterskerk. Dat hebben het bestuur en de paters samen besloten. De binnenstadsparochie ziet geen kans om de kosten voor het openhouden van twee kerken op te hoesten. De parochie moet het hebben van de bijdrage van 300 betalende parochieleden en incidenteel wordt de kerk verhuurd voor bijvoorbeeld een concert. Daar staan tegenover de salariskosten van de kerk, de pastoor, de beheerder, de organist en de dirigent. Over 2009 was het tekort 55.000 euro, vorig jaar liep het op naar 120.000 euro.